Yo guys, Job hier, a.k.a. DitsTuber, JeeHoedBro. Het is jouw geluksdag. Deze man zit al dagen aan mijn hoofd te zeuren. Wanneer die video? Wanneer die video? JeeHoed, het moment is aangebroken. Hier voor ons hebben wij superveel verschillende soorten gek en vreemd snoep. En dit wordt nog een tweedelige video, want er is nog meer snoep dan. Ja, er is zeg maar nog veel meer snoep, wat zeg maar in van die zakken zit. En daar gaan we nog een tweede video van maken, als jullie dat willen. Dus doe alvast een dikke like op deze video, als jullie daar nu ook al zin in hebben. En wij gaan dus de raarste soorten snoep proeven die wij hebben kunnen vinden door heel België en ook in een gedeelte van Nederland. Dus JeeHoed, rustig, tik hem aan op het goede leven. Hij is heel blij. Geloof me, hij is al dagen aan het zeuren om deze video. En hij krijgt eindelijk zijn zin. Het zijn vele verschillende soorten. We gaan ze aan jullie laten zien. We gaan ze eten en proeven. En ik ben heel erg benieuwd. Laten we beginnen bij het begin. En dat zijn deze twee hier. Ik heb een beugel. Oké, wil jij de beugel bij deze? Ik weet niet of jullie je deze nog kunnen herinneren van vroeger. Maar dat waren zeg maar van die soort van gebitjes. En daar zat dan een soort van snoepspeen in. En die kon je dan indoen. En dan leek het alsof je dat gebitje deze had. Deze tanden zijn veel te wit voor zo'n snoep. Eigenlijk wel. Waarschijnlijk ga je tanden er eerder zo scheef als deze uitzien. Bro, proost. Let's go, we gaan hem even proeven, man. Wat is mijn hendel? Je hendel? Ah, je hebt geen hendel! Omdat dit een speen is, heb ik wel een hendel. Dus ik kan hem gewoon zo houden. Wat voor cijfer geef je hem? Een 6, ik geef hem een 6,5. Omdat ik het leuk vind dat dit eraan zit. We gaan door naar de volgende. De volgende, jongens en meisjes, is dit toilet hier. En ik zie dat er aan de achterkant nog twee lollies aan zitten. Hij daagt zo erg uit. Hè. Pak eerst de normale dingen, dan begint echt naar de lekkere. Ik ga de lekkere, echt de allerlekkerste, tenminste wat ik van JeeHoed moet geloven, zijn dit hier de allerlekkerste. Want hij heeft al een beetje zitten schiemen wat erin zit. Maar we hebben hier een toilet met twee lollies aan de achterkant. En we gaan eens even kijken. Ik denk dat het toilet inderdaad open kan. Oh, er zit wel wat poeder in. En dan moet je die lolly erin dippen. Pak jouw lolly. Ik pak mijn lolly, we maken hem allebei open. Hij is zo blij. Ik ben eigenlijk ook wel blij, ik heb hier echt zin in. Oké, dus we hebben hier een toilet. We hebben hier een lolly. Die moeten we waarschijnlijk eerst even, ja, proeven. Smaakt eigenlijk vrijwel nergens na. Dus wat we nu moeten doen, is we moeten nu dit plasticje van het toilet afhalen. Let's go. En het in de poeder dippen. Oh shit, oh, de poeder is een beetje gevallen. En hier zit dan poeder in. En daar moeten we, denk ik, zo helemaal... Oh my god. Dit gaat zo lekker zijn. Oké, doe het man. Ik wil hem tegelijk proeven. Let's go. Hij is zo enthousiast. Ik ook, man. Dit ziet er echt lekker en een beetje chemisch. Proost, man. Let's go. Oh, het is zuur en een beetje zoet tegelijkertijd. Oké, wacht, ik wil nog meer. Oh my god. Als ik en Jamie nog tanden over hebben naar deze video, dan klopt er iets niet. Want dit is echt niet normaal zoet. Hier, man, pak nog een beetje. Oh my god. Dit is zo lekker. Ik geef deze voor het feit dat het een toilet is. Ga je gang. Geef ik hem sowieso al een best wel hoog cijfer, want ik vind het origineel. En de smaak is lekker, dus ik geef hem een 8. Wat geef jij je? 7. 7? Hij wil gewoon zijn hoge cijfers bewaren voor deze kant. Ik weet het nu al. Fruta spray. En dit is een soort van chemische, blauwe, superzoete spray. In de bosbessen smaak hoor ik net. En die moeten wij dus op ons tong spuiten, denk ik. Dus ik ga het proberen. Hoe is het? Het smaakt een beetje alsof je je armen probeert onder te spuiten met deo en je schiet uit naar je mond toe. Heel je mond is ook helemaal onder. Ik denk ook nog een hele ding tussen je mond. Ga je gang, man, bro. Ik vind het niet heel lekker. Ik vind het een beetje... Ja, het is echt super, super zuur en chemisch tegelijkertijd. Het is niet normaal. Wat doe je? Je blauw. Echt? Ja, een beetje. Ik ga proberen mijn tong blauw te maken. Oh, dit gaat echt niet goed voor me zijn. 3, 2, 1. Op zich een beetje, ja. Oké, de volgende. Dit is echt veel te zuur. Oh! Bubble Rubble. Bubble Rubble. Ik heb geen idee wat dat is. Tutti Frutti. Tutti Frutti. Dus dat zijn allemaal een soort van... Kauwgom. Is het kauwgom? Ja, ik dacht net. Oh my god, ik heb zin in kauwgom. Jongens en meisjes, we gaan dit eens even proeven. We halen het lipje eraf. Ah, dit is echt in de vorm van een blikje gedaan. Oké, dat is leuk, dat is leuk. Let's go. Huh. Oh shit. Oké, hou je hand nou op. Oh my god. Oké, let's go. 3, 2. Ja, kauwgom. Ja. Ja. Oh my god. Ja. Alles wat zoet is, vindt Jamie sowieso wel lekker. Maar ik vind het een beetje te hard. Maar het is wel... Waar smaakt het naar? 6. Hè? 6. Nou, wat? 6. Een 6. Oh, hij geeft het een cijfer. Maar waar smaakt het naar? De volgende die we hebben, dat is de fruit spray. Welke smaak is dat? En dit is appel. Net hadden we dus een soort van bosbes. En nu hebben we appel. Nou, bro, ik ben benieuwd. Ik zou zeggen green apple. Laten we hem openmaken. Oh! Huh? What? Wat is dit? Oh, je hebt het verkeerd opengemaakt. Kijk, ik moet die... Oh, wacht, ik zie het al. Ik heb het verkeerd gedaan.
Hoe is het? Oh shit! Dit is gewoon letterlijk in een fabriek gemaakte appel. De natuur heeft hier nooit wat mee te maken gehad. Nooit is de natuur hier aan te pas gekomen. En je weet dat dit geen normale appel is. Ik vind hem niet vies, maar je proeft gewoon dat dit een hele chemische nabootsing is van een appelsmaak. Like, nee. Ik geef deze een 5, man. 5. Een 5, nou, weg ermee. De volgende die we hebben is de... Shake and lick. Shake and lick. Dus shake en lick. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, we gaan eens even kijken. Het is in de vorm van een soort van ijsje, zou je wel kunnen zeggen. Dus ik ben benieuwd. We gaan hem eens even proberen open te maken. De binnenkant is een soort van rooster, waaronder waarschijnlijk allemaal zuurpoeder zit. En hier is dus een lolly. En wat je dus waarschijnlijk moet doen, is je moet hem likken. En vervolgens moet je hem terug doen, schudden. En dan zit hij dus onder die soort van zure zooi. En ik denk dat het lekker is. Ik ga het eens een keer proeven. Dit smaakt zeg maar, als je per ongeluk zeg maar in een auto zit en je komt tegen de voorbank aan en je proeft dat zo'n beetje. Het smaakt gewoon letterlijk naar auto. Het is een no-go voor mij. Ik zou dit niet uit mezelf gaan proeven ofzo. Misschien vindt Jamie hem wel lekker, even die vibe. Hij vindt het kapot lekker, ik weet het gewoon nu wel. Nee, toch is die? Oh my god, wacht eens even. Kan ik het niet gewoon zo proeven? Oh shit, oké. Dit is gewoon, bro, dit lijkt op die crystal meth uit Breaking Bad. Oké, ik ga het proeven jongens, dan gaan we. Als ik het een cijfer moest geven, is het een 5,5. Net iets beter dan de andere. Ja? Leef je nog? Op naar de volgende. De volgende die we hebben, dat is een soort van babyflesje. En het heet Candy Fun Bottle. Met een jongetje met een pet achterstevoren die een baby moet voorstellen. In ieder geval, we gaan hem eens even proeven, jongens. Dit heeft er niks mee te maken. Nee. Dus je moet hem echt gewoon open doen. Jeyoon, mond open. Ik ook even. Oh my god, je tanden gaan hier gewoon van kapot. Dit kan nooit goed zijn voor jonge kinderen. Je moet er zo hard op bijten voordat het kapot gaat. En je hoort gewoon het gekraak. En de smaak is een beetje oud. Oké, al met al. Het smaakt een beetje naar een soort van neppe aardbei. Met erbij een vleugje. Het ligt al te lang in de fabriek. Dus al met al een 4. De volgende die we hebben, dat is de Mega Roller XXL. En schijnbaar... Er zit hier dus allemaal cola smaak in. En hier moet je dan aan likken of zuigen. En in verband met de vorm gaat dat er waarschijnlijk ongelooflijk verkeerd uitzien. Wat er kan het doen is, dus let's go. Ik ben benieuwd. Let's go. Het smaakt naar de meest neppe cola. Ah, het brandt in mijn keel, bro. Het brandt... Nee. Het is kapot zuur. Het smaakt zo zuur. Gaat het? Vind je hem lekker? Het is neppe cola. Ja. Maar het is ook een beetje fucked up cola. Maar ook wel weer lekkere cola. Het is fucked up cola, maar ook wel weer lekkere cola. Quote bij Jay Terkan. Dankjewel bro, het is genoeg. Het is genoeg zo! Hou jezelf in bedwang! Dankjewel. Ik besef in één keer dat deze dingen best wel handig zijn voor mensen die van snoep houden en heel veel praten. Stel je hebt een broertje of een zusje die de hele dag praat, dan doe je gewoon wanneer die aan het praten is. Probleem opgelost. Oké, the next one. We hebben deze. Dit is de salt and pepper. Is dat serieus? Zou het een peper nee, of zou het... Nee. Lees even goed. Oké, we gaan eens even kijken. Salt and pepper. Sour candy. In de sour candy smaak van aardbei. Oké, dan jongens en meisjes. Dit maakt mij toch wel een beetje benieuwd. Wow, clickbait. Wij eten zout en peper. Oh, eigenlijk moet je gewoon een gummy biefstuk hebben en dan... Oké, wacht. Ik ga het in mijn mond doen. Kan ik niet gewoon dit eraf halen en het in één keer? Ah, kijk, dit bedoel ik. Niet. Dus gaan, pas op. Oh mijn god. Oh mijn god. Kijk, al met al is het natuurlijk... Oh nee, niet weer. Oh, Jay doet ook gewoon heel veel, hè? Nee, ik probeer. Oh, het is zo zuur na een paar minuten of een paar seconden of wat dan ook. Oké, ik leef nog. Daar gaat het om. Alles in één keer. Oké, ik heb hier een bergje. Ik ga nu ook een bergje geven. Bro. Doe je handen goed. Oh, je bent gek in je hoofd. Dit is... We hebben evenveel. Dit is zo... Oh, dit gaat zo zuur worden. Oké, proost. In één keer. 3, 2, 1. Dit is alsof iemand je met een hoofd in een zandbak drukt van suiker en zuurigheid. Schijt nog meer, snijven. De volgende die we hebben. Het is iemand een suikerijschip. Jij gaat voor lul zijn in de video. Is het nog iets?
strijken op, maar ga maar door. Nee, het gaat niet meer weg, ga maar door. Is er helemaal aangekoekt, bro? Wat moet ik doen? De volgende die we hebben is de Shake and Lick. Met een of ander raar eng monster wat een beetje lijkt op mijn Nederlands lerares uit de tweede klas. Hier. Shout out naar u. Er staat Pablo gemaakt in de suiker. Nou, daar gaan we, jongens en meisjes. Shake and Lick, ik ben benieuwd. Oh, nog eentje daarvan. De Shake and Lick, jongens en meisjes. Nou, daar gaan we. Ik ben heel benieuwd. Oh, wat de hel is dit? Zeker, 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 zeker. Zeker aan de haal. Oké, daar gaan we. En nu afhouden, denk ik. Oh, maar het is gewoon weer dezelfde, maar dan in het. Weet je het zeker, Jeyu? Dit ziet er heel chemisch uit, namelijk. Oké, ik ga het nog een keer zo proberen. Wow. Oké, daar gaan we, jongens. Vies. Vies. Het smaakt een beetje naar zure appel. Mislukte zure appel. De volgende is de Yo-Yo Mania. Het is dus een soort van yo-yo-achtig iets met een banaan voorop. Het zal dus ongetwijfeld naar banaan smaken. En dit moeten we gaan eten, Jeyu. Dus ik ben benieuwd, man, bro. Laten we het openmaken. Let's go. Oh my god. Oh, wat? Het is letterlijk een yo-yo. Nee, met snoep erin, toch? Ja, maar er zit... Wacht, wacht, wacht. Ik zie hier een touwtje zitten. Dit is een yo-yo. Are you serious? Hoe krijg je dit snoep? Ja, ik heb geen... Hoe yo-yo je überhaupt? Dat kan ik niet. Hey, doe rustig aan. Hey. We gaan het gewoon openmaken. Mama, ik weet het al, ik weet het al. Ik zie het al. Ik zie het al. Rare gekleurde steentjes. Het smaakt naar onzin. Het smaakt naar onzin. Naar hele harde, niet kauwbare onzin. Oh, bro. Mijn kies is zojuist afgebroken. Nou, we hebben hier Baby Sucker. Cola smaak, ook weer met poeder, dus je moet dippen en shit, en ja. Baby Sucker? Ja, wel mijn baby sucker. Ik ben benieuwd. Dus dit is weer dat je moet dippen, alleen deze keer staat er een baby voorop. Ik vind de naam wel een beetje raar, Baby Sucker, maar dat zal wel aan mij liggen. Let's go, man, bro. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan het openmaken. Het is een speen. Het is een freaking speen en die... En dan doe je hem hierin dus. En dan zit er allemaal raar poeder aan, wat waarschijnlijk chemisch is en baby dodelijk. Skip. Waarom? Niet lekker. Hoezo? Totaal niet lekker. Het smaakt gewoon naar... Ja, weg ermee. Wij hebben hier een jerrycan. Normaal gesproken zit hier benzine in, maar vandaag gelukkig niet. Ja, en een GTA kan je de mensen mee verbranden, maar... Ja, ja, en benzine is zeg maar dodelijk als je het drinkt. Dit waarschijnlijk ook. Het is in de smaak van blueberry, dus ik maak hem even open. Jeyun, kom maar hier met je hand. Ik ga even het clipje eraf halen. Dat is een poeder. Ik denk dat er poeder in zit, ja. Oh shit, man. Oké, daar gaan we. Dat moet in mijn mond, dat moet in mijn mond. Oké, kom. Dat is zo raar dit. Oké, go. Oh, sorry. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Het is niet meer goed, het is helemaal hard. Hij is helemaal hard geworden. Wat ligt er op mijn tong? Wat is dit? Kijk eens even. Zeg maar, de smaak is niet verkeerd, maar de structuur is helemaal alsof die overdatum is ofzo. We hebben parfum, jij mag eentje. Oh, parfum. Ja. Oké, wat voor smaak? En dan gaan we switchen, ja. Oké, proost. Weet ik niet, het is rood en het is groen. Oranje, jij rood, let go. Kom, wie het langs kan uithouden. Mag jij spijt? Mijn spijt niet. Ja, mijne wel, je moet heel hard, oké. Ja. Wie het langs kan uithouden, ja. 3, 2, 1. Mmm. Mijn is vies. Ik ga het niet doordoen. Mijn is vies, mijn is echt vies. Tante vies. Tranquilo. Ja, dit is vies, man. Deze is lekker, die smaakt naar aardbei. Jongens en meisjes, ik geef de aardbei een 7 en die andere 6,5. Hier is een snoepje waar ik echt de hele dag heb bezocht. Nee. Wat is dat dan? Laat de kijkers zien wat het is. Giant XXL, mijn kledingmaat, spray. Let's go. Het smaakt naar, hoe heet het? Kersen. Kersen, banaan zie ik. Wat is dit, banaan? Ja, het is een banaan, bro. Ja, maar zijn moeder. Dus... Okay, ik spuit wel. Oké, daar gaan we. Doe je mond open. En niet weer slaan. Nee, ik ga het echt goed doen. Ik ga het echt heel lullig voor je vinden als deze het niet doet. Laat me even kijken of alles tranquilo is. Tranquilo. Ik haat het woord tranquilo meer dan iets anders op aarde. Waar smaakt het nou? Dit ziet er zo raar uit. Oh, wat doe je? Doe. Kersen. Ik ga het ook even proeven. Lekker. Oeh. Kersen. Je weet het niet lekker. Nee, eigenlijk niet. Je hebt de hele dag... Heel mijn... Jongens en meisjes, doe rustig. Wil je dat alles vallen? Ah, mijn been, stop. Ah, mijn been. Ah, ik stoot in mijn been. Ah. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Like deze video als jullie ons vaker snoep willen zien proeven. Deze krijgt niemand. En doe jij de outro maar, man. Ik ga, ja. Laat een like achter. 1000 likes minimaal. Of hoeveel wil je minimaal? En je antwoordt niet. Hij wil 5000 likes minimaal. Elke like betekent meer geluk in je leven. Abonneer op de Super. En ja. Tot de volgende keer. Ja, doei!
Ik denk dat ik suikerziekte heb. Ik ga even naar de dokter. Doei. Hey, Jim heeft the way to go gevonden, man. Hij heeft the way to go. En dit is geloof ik ook een goeie. Door gewoon die speen zo in die suiker te doen. En hem dan te proeven. Werkt dat daarmee? Oh, deze Jim, man. Jongens en meisjes, proost. En suiker is niet goed voor je. Wat hebben we er weer een bende van gemaakt? Gaat het, bro? Bro, ik heb al gezegd dat je misschien niet zoveel suiker moet doen. Oh. Ja, nee, 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 dat kan niet. Als je allemaal kan niet.